Nou, we zijn hier bij de eerste stop. Zoals je ziet rust Mem al uit met het colaatje. Nou, het weer is hier lekker warm. Weliswaar geen zon, maar dat is een beetje hier het binnenland altijd. Scheef op hogere temperatuur, maar het is altijd een beetje bewolkt. Dus hopelijk komt de zon er nog door, maar die gaan we morgen opzoeken. Maar dit is het plek. Nou. Deze geeft nog niet zomaar op. Hij heeft even wat meer druk nodig en dan komt hij hoor. Dames en heren, kijk, 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 kijk. En een klap. Zo. Dat leek weer ergens op. Yo-ho-ho! Dit najaar zijn we op vakantie gegaan in Luxemburg en wel bij Camping Du Nord. En ja, dit is werkelijk heel mooi. En u ziet het al, het heeft herfstkleuren. Het is een langgerekte camping aan de Suur, waar je natuurlijk allerlei leuke activiteiten kan doen. Maar waar vooral vissen een van de grotere dingen is hier. En mensen zijn gek om een forelletje hier te vangen. En dat begrijp ik. En ja, kijk eens wat een mooi speelparadijs ze hebben gemaakt voor de kinderen. Dus die kunnen hier geweldig uit in ieder geval. Het sanitair en het toiletgebouw op zich, alles wat er zich ook in bevindt, is gewoon heel modern en updated. En daar kunt u dan ook heerlijk en gerust douchen. En zult u zien dat het aan alle hygiënische eisen voldoet. En dat is niet onbelangrijk. Daarnaast, wat heel leuk is, vinden we allerlei verschillende dingen waar u kunt overnachten. Dit zijn de zogenaamde liefjes. Nou, dat zijn een soort druppels, zoals je al ziet. En ja, daar kun je dan met z'n tweeën in slapen en overnachten. Dat is heel knus en leuk. Dit zijn hun volledige ingerichte chalets voor 4 tot 6 personen. Met alles erop en eraan. Je ziet het, dit is ook nog heel nieuw en verzorgd. Fijn om uw vakantie in te verblijven. Nou, voor diegenen die daar helemaal het clampinggevoel van krijgen, staan er een paar mooie safari tenten. Die ook heerlijk tussen de boompjes liggen. Wanneer je zegt, jeetje, wat een mooie en rustige sfeer. Die zijn natuurlijk ingericht voor meerdere personen. Ja, dat moet u zelf maar even navragen. En kijk op de camping site van Du Nord. Nou, bent u na al die rust toe aan een beetje lichamelijke beweging? Er is hier ook een baantje voor u, waar u in alle rust even uw oefeningen kunt doen. De spieren ophalen en ja, zeg maar een beetje het overtollige vet in de gaten kunt houden. Er is hier dus gedacht aan uw gezondheid. Ja, we zijn vandaag verkast naar een andere camping. Nou, twee keer vragen waar je dit aan doet denken. En we zitten nu in een andere camping. Die camping heet Camping Nord. En nou ja, wij zitten hier bij de bar en de speeltuin. Dus gezellig. Nou, je ziet, we hebben het spulletje alweer opgezet. Alles staat er weer klaar. Potje bier alweer genomen. En ja, daarom waren we even uit de lucht. Oetjeen. Nou, je ziet het wel. We hebben het zo slecht niet.
Het is gezellig hier in Luxemburg. Met Rob, Ben, weet ik veel. Zit allemaal rond het vuur. Deksister. Gezellig. Nou, we moeten net vlotjes houden. We hebben gelukkig genoeg gedronken. En het was heel gezellig deze avond. Maar ze hebben ook wat gevangen. Dus dat is weer nieuw. Dan? Ja, dat is toch ook nog wat vangen hier. Ja, nee, ik zit altijd te filmen. Hallo, kunnen we hem binnenhalen? Wie hebben we aan de lijn? Het is Barbus. Je hebt nog een hakje in je ding naar hangen, of niet? Ja, daar hangt het er ook aan. Ga je hem daarin halen helemaal? Jezus. Ik zou hem hier scheppen als jou was. Jongens, wel even serieus blijven. Hè, is het lijkt wel een meervalletje, man. Of niet? Nee, deze is een beeld. Nee, het is geen carbonaatje. Het is geen carbonaatje. Anders praten we meteen op niet. Nou mensen, dat was het dan weer vanavond. Gezellig, niet? Je ziet? Ja, hallo, je bent er niet blind. Dat is alleen van Benny. Ja, het komt goed. Kom goed. Huis binnen. De buiten is binnen. Het is gezellig. Hier op de camping hier in Luxemburg. Hè? Nou, de gastelingetjes die zijn ze aan het vermagen. Ze zijn niet meer uit het water te slaan. En vissen vangen doen ze nou. Nou, deze mol laat zich niet kennen hoor. Alles wat ik hier terugtrap, dan komt hij gewoon weer aan. Het is echt een volhouwer. Ja, en ondertussen zit hij precies hier bij ons voor de ingang. Dus ik weet niet wat hij van plan is. Of hij het helemaal ondergraaft. Want dan lig ik een keer vannacht, als ik even naar de toilet ben geweest, straks op een molshoop. U ziet het zelf. Het is allemaal weer niet gelogen, maar de mol, hij gaat door. En iedereen kijkt naar het programma. Nou, dit is een deel van Wie is de Mol? Kunt u het al raden? Nou, kijk eens, sensatie vandaag. We zijn bij Tour de Luxemburg. En zo te zien komen de renners eraan. We hebben in ieder geval de escorte. En daar hebben we de gele trui. Of de gele muts. Ja. Die heeft in ieder geval zich losgemaakt van het peloton. En we gaan even kijken, maar daar komt het peloton aan jagen. En het gaat hard vandaag in de bergen van Luxemburg, verder weg. En er wordt denk ik stevig doorgekoerst, als ik het zo zie. En er komen nog wat achterblijvers, zo te zien. Ja, de jongens moeten nog even hard door, willen ze de boel weer bijhalen. En daar komt ook de heli aan zweven.
het wordt spannender en spannender. Oh ja, daar komt echt het peloton aan zeilen. En dat zijn er wat. En dat is de heli. Dat is natuurlijk spectaculair genoeg. Waar zit het? Gaat hard. Gaat hard, mensen. Nou, dat is de hele caravan, de Tour caravan. Dus ja, hier zit het. Alle grote namen hier in Luxemburg en de omgeving doen in ieder geval mee. Ik ken er geen, maar het is maar een beet. Daar komen de laatste twee aan, dit is zuilen. Nou, dat was al zo'n beetje het circus, mensen, van de Tour. Altijd weer leuk om even te zien. Nou, lekker jagen met z'n allen. Ook in de oogst is het leuk natuurlijk. Nou, kijk even inhalen. Ja, dat moet kunnen, hè. Doe maar, jongens. Doe maar gek. Ze kisten elkaar bijna van de weg af. Nou, jij hebt je aandenken. Nou, het is een spectaculaire bak water hier. 7,3 miljoen kub. Gingen we even kijken hier. En dan moet je deze spectaculaire omgeving erbij zien. Dan hebben ze hem ook gemaakt op een bepaalde hoogte. Dat is ook wel mooi om even te zien. Oh, dan komen ze met een hele bus tegelijk.